gynaecoloog belde mij in verband met de uitslag van de baarmoederhalskankertest. Kunnen wij het maken? Hij kon hem niet vinden. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Wow! Oh. En weg is die. Oh, daar gaat hij weer. Komt ie! I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Nou, ik heb helemaal geen make-up op vandaag. Ik ben nog steeds aan het... mijn huid is nog steeds aan het herstellen, zeg maar. Ah, het gaat wel goed, hè? Het gaat wel de betere kant op. Ik heb wel gemerkt dat ik echt maar heel weinig wimperhaartjes nog maar over heb. Dus ik denk dat ze... Ze zitten er nog wel, zijn er niet helemaal af. Maar ja, alsof ze toch nog een beetje zijn gaan uitvallen. Ach ja. Goed nieuws. Heel goed nieuws. Heel goed nieuws. Ik heb, ik zou vandaag gebeld worden door de gynaecoloog. En de gynaecoloog belde mij in verband met de uitslag van de baarmoederhalskankertest. Omdat ik begin dit jaar daaraan geopereerd ben. Althans, de laatste voorstadium van baarmoederhalskanker. En nu was de controle om te kijken of het er nog zat, of het er nog maar goed is, et cetera. En hij belde op dat het goed is. En dat er geen HPV meer gevonden is zelfs. Dus ik ben super blij. Ja, dat is echt super, super goed. Ja. Want ik stel je voor dat ik ook daar nog een keer aan geopereerd moet worden. Ja. Maar hij wil me wel over een half jaar nog een keer terugzien. Ja. Ter controle. Dus eigenlijk is dat alleen maar fijn, hè, dat ze je niet zomaar loslaten. Dus, goed nieuws. We zijn weer onderweg naar Esmeralda. En Sergio is gezellig mee. Dan kan hij misschien ook nog een beetje filmen. Want het is toch een beetje onhandig als ik daar lig. Ik heb het wel een beetje geprobeerd voor jullie. Maar misschien kan Sergio wat meer filmen. En misschien Esmeralda ook wat laten zeggen. Ja. Je moet me er wel eerst uitgooien. Maar dan moet je maar gewoon even kijken. Ja, dat hebben we van de week ook al geprobeerd, hè? Ja, trok maar even aan fysiek zo. Het was daar. Never to be seen. Ik zag zijn meid er nog wel. Ja. Jesse Silver is de tweede nacht in zijn bedje gaan liggen zonder tralies, noem ik het maar even. Nou, hij ging echt perfect slapen gisteravond. Echt super. Ja. En maar vanochtend stond hij om 5 uur naast mijn bed. Ben niet moe, ben wel wakker. Wil naar binnen. Ga nou even naar bed. Nee, ik wil naar binnen. Maar hij was ook doorgelekt. Dus ik denk dat hij daar ook een beetje wakker van is geworden. En het is kouder beneden. Dus misschien toch ook een beetje koud. En jij had het lampje aangelaten. Dus misschien dacht hij van pling. Oh! Nou, van het lampje, dat denk ik niet. Nou, niet dat hij wakker is geworden van het lampje. Maar dat hij wel zoiets had van oh, het is tijd om wakker te worden. Ja. Ja, ik vind het te lastig. Want ik denk als ik hem uitdoe inderdaad, net zoals vorige keer was hij gevallen, is hij volgens mij helemaal gedesoriënteerd. Ja. Ik denk, waar is mijn bed? Want hij is natuurlijk helemaal niet gewend dat hij uit zijn bed kan vallen. Nee. Dus daar had ik dekens op de grond gelegd en het aankleedkussen. En gisteravond kan ik zo van boven zo net zo schuin erin kijken. Toen was hij er dus al uitgevallen, maar toen ging hij lekker doorslapen. Want de grond is inmiddels ook vrij zacht. Maar dat duurde niet heel lang, want toen dacht hij toch van, hè? Dus toen heb ik hem maar weer in bed gelegd. Maar ja, het is even verder. Maar we krijgen een hekje, toch? We krijgen een hekje, die komt vrijdag. Heb je het geregeld? Heb je die anderen kunnen cancelen en zo? En... Ik heb, er werd gezegd, als je hem niet komt ophalen, krijg je automatisch je geld terug. Oh, zo. Dus we gaan hem gewoon niet ophalen. Anders hadden we een dreigbrief gestuurd naar want IKEA. Want we kunnen de retour knop niet vinden. Dus. Komt goed! Ben benieuwd. We have arrived. Joehoe. Het ruikt hier altijd lekker, hè? Ja, exact. Het gebeurt er allemaal achter die gordijntjes. Ja. Zo. Hi. Hi. Zo lekker warm. Had ik dat geweten, had ik make-up opgedaan. Nou, je ziet er stralend uit, schat. Oh, zie
lekker warm nog? Alweer. Wil jij een extra kussen of niet lekker warm? Nee, extra kussen. Is dat dus Sinterklaas? Ja. Zat hij in jouw schoen? Ja. Wauw. Mama! Heb je ook centjes? Mama! Ja, tuurlijk. Mama! Chocolademuntjes? Ja. Wauw. Ook van mij. Oh, is dat van jou? Ja. Niet van ons? Nee. We gaan wel zelf een spelen rondom. Chocolade met je. Oké. Okay. Heel lekker. Het is tijd om een nieuwe afzuiger te installeren. Wederom iets wat ik nog nooit heb gedaan. Maar we gaan het gewoon doen. Ik heb een diamantschijf gekocht voor de Haagse slijper. We hebben een Siemens afzuiger. Een hele mooie met een glasplaat. En die moet dus daarin komen. Dus ik moet de uitsparing maken. En dan daaronder in de kastjes een reeks circulatie setje. Monteren. Dus we gaan beginnen met het afmeten en afplakken van het graniet. En ja, ik ben snot en snot verkouden. Terwijl dat René nog eventjes een broodje maakt en Els met Jesse Silver naar de speeltuin gaat, heb ik alles afgeplakt. Ik denk dat het gewoon tijd is om het te proberen. Die diamantslijper zit erop. En ik zou zeggen, ben je er klaar voor, schat? Nou, zo goed als dat kan. Dit kan ook alleen maar fout gaan. Ik denk dat het hele blad zo meteen gewoon in 300 stukken scheurt. Bob de Bauer, kunnen wij het maken? Bob de Bauer, nou en op! Hey. Ja, ja. Ja, ja, ja. Et voilà. Toppie. Ja. Extra uitsparingje. Het is vandaag 17 november en ik zit weer in het ziekenhuis vandaag alleen, want Sergio is strontverkouden. Geen corona gelukkig, maar ja, hij niest zich gek, dus dan kan je moeilijk in het ziekenhuis gaan zitten. Ja, ze gaan vandaag het magneetzaadje planten in mijn borst. Beide tumormarkers die ze zijn eigenlijk van die staafjes die ze in mijn tumoren hebben gezet. Twee op de rand van mijn borst en mijn oksel. Zodat ze die niet vergeten tijdens de operatie en makkelijker kunnen vinden. Nou, daar ben ik weer. Het magneetzaadje is niet geplaatst. Hij kon hem niet vinden. En dat schijnt wel vaker voor te komen. Het was op zich een goed teken, want dat betekent dat mijn behandeling goed had aangeslagen. Want blijkbaar wilde hij dus het klepje vinden van mijn schildwacht clear. Maar hij kon hem niet vinden. En hij zegt ja, de chemo heeft goed zijn best gedaan. Dus dat is eigenlijk alleen maar positief voor mij natuurlijk en voor hen ook.
Alleen dat maakte het wat lastiger om hem te vinden. Hij kreeg het niet voor elkaar. En zei, ja, ik kan wel ergens gaan schieten, maar dat heeft helemaal geen zin. Dus hij gaat een verslagje maken voor de chirurg. En ja, de schildwachtklierprocedure zou zeker betrouwbaar moeten zijn. De verpleegkundige moest even naar de zee. Dus ik stopte even. Ze gaan de schildwachtklierprocedure is dat ze dus een vloeistof gaan inspuiten. Zodat ze... zodat hij gaat oplichten tijdens de operatie, dat er blauw spul uitkomt en dat ze dus precies weten welke ze moeten hebben. Ik vertrouw er maar op. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de glorie, in de glorie. Nou oma, ja, in de glorie, ja. Hippe de piep, hoera! Hippe de piep, hoera! Hippe de piep, hoera! Heb je oma een kusje gegeven? Dank jullie wel. Oh ja, ja. Ineens zat er ook wat in onze schoen. Nou, weer wat. Oh, maar dat is mijn schoen. Zit er ook wat in jouw schoen? Ja. Oh, en er zit wat in papa's schoen. En hier is mijn. En een oma's schoen? Voorzichtig hè, dadelijk valt het. Oh my god! Oh, dankjewel Sinterklaas! Heel lekker. Heel lekker. Ja, wat is het dan? Sinterklaas? Ja. Van chocola. Ja. En Piet hè? Hey. Dat is Piet? Pietje. Nou, een eitje. Het lijkt wel op een eitje, ja. Zo, nou, Sergio die heeft het verder doorgezaagd en drama, maar hij zit en hij doet het en nu gaan we de eerste... Ik zou bijna argwanend worden als iets gaat zonder probleem. Ja, precies. Ik denk je, dat klopt iets niet. Ik ga hem erin steken. Oh, spannend. En hij doet niks. Nee. Nee. Ja. Ze moeten hem nog even aanzetten. Dat is ook wel handig. Nee, maar hij staat nu denk ik nog niet aan. Nee, maar ho! En weg is hij. Oh, daar gaat hij weer. Komt ie! Hoppies. Komt hij dan? Ja, ja, ja. Kom maar door. Ik weet niet wat. Ja, zeg je dat? Iets op de grond. Ja, dat komt. Dus niet lukt. Ik moet die plint nog terugzetten. En als je hier deuren voor hebt, dan hoor je het gewoon weer minder. Ja, en er zijn nu onze ogen op zijn. Ja, maar dat is ook wel. Ik ben zo benieuwd hoeveel of je echt ding daar naartoe ziet gaan. Ja, ik ook. Nou, dat gaan we proberen later. Oh, kijk. Zie je dat? Zo. Maar we gaan eerst even Jessie halen, snel. Oké, doei. Doei. Welk verhaaltje ben je aan het voorlezen voor baby? En slapen. Oké. Okay. Ga jij een verhaaltje lezen dan? Ja. Oké. Okay. Goedenavond allemaal. Het is... we zijn alweer een paar dagen verder. Het wordt donker, maar dat gaan we fixen. We hebben... Het bedje natuurlijk van Jessie hebben het rekje weggehaald. Maar Jessie blijft eruit vallen. Dus we hebben een soort van rekje. Zodat hij er niet meer uitvalt. Dus die gaan we heel eventjes erop zetten. En dan hopelijk blijft hij vannacht een keer liggen. Het is echt super zielig. Midden in de nacht hoor je in één keer zo plof. En dan hoor je gehuil. En dan... Ja, omdat het ook donker is, is hij even de weg bij. Het is super zielig. Dus we gaan eens even kijken of we dit gemonteerd krijgen. Ja, ik denk gewoon dat we hem dan eerst nog een beetje uit elkaar moeten halen. Ja, inderdaad. Maar wel de andere kant, want hier zit die lelijke sticker. Even kijken, zo weer. Ja. Moet je maar zeggen op welke hoogte. Ja, dat is goed. Moet je even kijken naar de hoogte. Samen filmpje kijken, hè, Jessie? Ben je een beetje moe nog, Jess?
Van gisteren? Ja, dat is moe. Dat is laat, hè? Geloof dan maar. We kwamen gisteren thuis. En ik heb hem met kleren en al in bed gelegd. Zo. Hé? Hey Jess. Je hebt een rekje op je bed. Ja. Je kunt het er niet meer uitvallen. Dat is goed, hè? Dat is beter, hè? Kom, we gaan naar bed. Nee. Ik heb een kus gehad. Oké dan. Zullen we een boekje voorlezen zo meteen dan? Oh, maar een boekje voorlezen? Ga je zoek het eens even uit, boekje. Welk boekje wil je? Kom. Dan gaan we even kijken welk boekje. Oh ja. Zo. Daar is een mooi hekje. Dan val jij niet meer uit je bedje, 's nachts. Ja. En hoeven papa en mama ook niet meer te rennen. Kijk, zie je? Ja, mama. Ga er niet meer uit, hè? Jessie krijgt een verhaaltje van oma. Oma Anja, hij is er nog niet mee eens om naar bed te gaan. Nee. Maar wij zijn wel blij met het hekje. Ja. Hoeft in ieder geval niet meer uit bed te rennen als hij ineens plat op zijn snoet ligt. Nee, of hij koppelduikelt daaroverheen. Nee. Nou, we gaan meemaken. Voordat je het leuke vlog, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten. Zo goed als je er nooit hebt. En dan zie je heel graag bij de volgende vlog. De volgende video. Ciao.